Jelle, ja. Als je vandaag vrij was, wat had je dan gedaan? Ja, dat is het ding. Weet je, heel veel mensen die werken natuurlijk niet op tweede paasdag. Wij wel. Je hebt de brief van maandag gezien. Ik sta hier met mijn lunch. Hey, een crackertje met caprese, zeg maar. Als het ware. Benissimo. En wat ik zou doen als ik vandaag vrij was geweest. Oh. Had ik nog meer gegeten, denk ik. Ik denk dat ik dan op dit moment in de supermarkt was om inkopen te doen voor gourmetten. Ik vind het weer nog net niet relaxed genoeg voor een barbecue. Dus ik zou gewoon gourmetten, zoals Jesse, onze stagiair, zou zeggen, gourmetten. Dat zou ik gaan doen. Ik zou het vlees kopen, Turks broodje, aioli, dat soort dingen om gewoon ja, lekker mijn tweede paasdag vrij te besteden met lekker eten, met gourmetten. Lekker hatsenflats, zoals we dat hier noemen. Shelly. Ja? Wat zou jij doen als je vandaag vrij bent? Als ik vandaag vrij was, dan had ik echt letterlijk niks gaan doen. Ik was denk ik de hele middag in mijn bed blijven liggen. En vervolgens had ik Bloodborne opgestart. En ja, ik weet niet. Ik denk dat ik echt thuis was gebleven en gewoon was gaan chillen. Beetje hangen op de bank met films of zo. Zoiets. Deze man. Het is gewoon een pixel tie-dye shirt. Waarom loop je met olijfolie? Vet, hè? Dat heb ik net over mijn caprese gegooid, jongen. Ja. Dat is echt heel erg breed. Het is heel, heel jammer dat er een beertje op staat. Dat komt omdat het van Grizzly is. Wat is Grizzly? Grizzly is een grip tape merk. Cool. En het is heel cool, want ze hebben ook zo'n shirt en die lijkt gewoon één kleur, maar op het moment dat het verwarmt, dan wordt het een andere kleur. Niet. Dat is fucking nice, ja. Ook, hebben ze ook van die olie dingen, dat als je zo draait, dat het ineens een andere soort van dat kleur ook, ja, wordt. Ja. Hebben ze dat? Ja, ja. Jezus Christus, wat Back to the Future die shirt. Ja, dat wil ik. Ik wil het. Je moet in Utrecht even, ik zal je een tip geven voor het winkeltje zit. Hey, het is tweede paasdag vandaag. Ja. Wat nou als jij hier niet had gezeten om content te maken voor onze GameKings kijkers. Geen opnames. Wat had je dan gedaan? Wat had je gedaan als je deze maandag vrij was geweest? Wat ik nu aan het doen ben, nu ik even een vrij momentje heb aan mijn game werken. Object ball line. Sterretje, hekje, comma, punt 7. Je bent alles aan de concurrentie aan het vragen. Child, I. Is het gewoon mijn code open source? Het zit gewoon mijn code te doen. Ja. Open source inderdaad, shoot. Ja. Nee, ja, dus dat zou ik doen, want dat doe ik eigenlijk altijd als ik vrij ben. En dan is af en toe game ik een uurtje. Je gamet af en toe een uurtje, dan ga je een uurtje naar de sportschool. Ja. En dan ga je voor de rest coden. Ja, dat is mijn leven. Vreemd leven, wel vet. Ik vind het grappig. Ik vind het een heel grappig leven. Ja. Waarom is het een grappig leven? Weet ik niet. Gewoon omdat je een soort van, je zou zeggen dat je heel veel gamet, omdat je ontwikkelaar bent. Is het juist natuurlijk niet. Nee. Omdat je, dan ontwikkel je veel. Maar ook echt inderdaad dat je bijvoorbeeld vrijdag tussen opnames door even een uurtje naar de sportschool ging. Ja. Dat vond ik heel grappig. Dat heb ik nog niet eerder bij welke willekeurige andere GameKing op die manier gezien. Want dat is omdat zaterdag moesten wij de hort op. Dus normaal zou ik op zaterdag gaan sporten. Ja. En nu moest ik op vrijdag sporten, omdat ik zaterdag... Hoeveel keer sport je dan per week? Ik probeer twee keer te doen, maar... Dat valt me wel mee. Ik dacht dat je echt bijna een soort van vrij uurtje dat je niet in code of game stond, dat je die dan ook nog naar de sportschool ging. Zou ik wel willen. Ooit lag ik op die momenten dan in het water, maar dat zou ik eigenlijk niet, niet ervan gekomen. Want jij is ook een sporter, toch? Jij is een sporter. Oh, Boris die sport ook drie keer per week. Steven die sport, die heeft zijn rib gebroken met sporten. Dus de sporten heel veel mensen ook wel, maar niet een soort van dat ze letterlijk tussen opnames door een uurtje naar de sportschool gaan. Nee. Dat heb ik niet meegemaakt, dus dat is wel cool. David, hey. Waarom ben je aan het gamen? Je bent gewoon aan het gamen. Ja. Je had zoiets van, dit hoort een vrije dag te zijn. Dat denk je aan. Ja, dit hoort een vrije dag te zijn, dus we gaan gamen. Ja, nee, maar dit is gewoon zo'n game, Titan Souls, die je gewoon even 5 minuutjes kan spelen. En daarna ben je toch alweer voor 5 weken getergd dat het je niet lukt. Zeker. Ik heb deze game op de afgelopen E3 gespeeld, op de indie vette stand met barbecue en bier. Ja, dinges. Oh fuck me. Met een iets nader te noemen medebebaarde man. Ja. Die best wel goed was in deze game en ik totaal niet. En dat tergt mij, ik had altijd het idee dat ik beter was. Kijkt hij nu in Breda? Nee.
Dat weet je niet. Nee, weet ik veel wie werkt. Niet hier in ieder geval. Had hij een kaal hoofd ook? Ja. Ja. Maar dat zegt ook niet veel. Nee, maar dat weet ik. Ja. Ik denk dat heel veel kijkers het ook weten. Maar ik ben dus niet spelen. Ik ben de hele tijd in het doodgaan. Zou je dit ook doen als je vandaag vrij was geweest? Nou ja, zoals ik net al zei, ik zou dit waarschijnlijk wel doen. Maar echt 5 minuten. Ja. En dan boos zijn op mijn eigen kunnen. Dat ik gewoon het inzicht niet heb. Dat ik weet waar ik heen moet rollen en schieten. Ja. En daarnaast zou ik natuurlijk gewoon uitslapen. Wat ook wel nice zou zijn voor een keer. Ja. Maar ja, hè? Te leef is het dan. Ja. Dat is het. Gewoon dat is het. Ik had echt fucking vette plannen. En helemaal niet. Jullie hebben je plannen dan? Zitten. Fucking ja, maar gourmetten. Gourmetten? Ja. Zo noemen we dat hier. Gourmetten. Nee. Zo noemen we dat gourmet. Niet. Gourmetten. Gourmetten. Plannen zeggen, dat is één plan. Maar daar zou ik bijvoorbeeld van moeten voor de... Nee, uitslapen. Ja, oké, uitslapen had ik als eerste gezegd. En dat, voor de rest zegt iedereen dus alleen dat niemand, en thuis niemand blijven. Niemand mag meer uitslapen, zeg maar. Nee, dat had ik wel verwacht dat iedereen iets anders, iets fresh ging verzinnen. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Maar... Verzinnen ze iets fresh? Maar ook vrije dagen doe ik niet zo heel veel. Dat is juist omdat het zo contrasterend moet zijn met mijn werkdagen. Tuurlijk. Ja, maar dat is omdat het op zondag bijvoorbeeld en zaterdag doe je dat. Omdat het echt het weekend, dan ga je echt chillen. Maar stel dat dit is echt een... Je zou hem extra hebben gekregen deze dag. Ja. Weet je, dus dan ga je erop uit. Dan ga je bijvoorbeeld naar de woonboulevard met je vriendin. Of dan ga je naar het strand. Dat soort shit. Naar de woonboulevard met je vriendin, ja. Ja, toch? Doe je dat? Doe je dat soort dingen? Ja, Earl Miller gaat altijd naar de woonboulevard met zijn vriendin als op vrijdag. Ik kan je echt, als ik het Final Fantasy item mag geloven, dan gaat skate altijd met de vriendin van Emil naar de woonboulevard. Ja. Dat klopt, ja. Oh, vrouw. Vrouw, ja. Het is wat anders dan een vriendin. Ik snap het niet. Vet. We zitten nu te praten met iemand die achter de kamer staat. Dus dat ja, dat is cool. Maar dat is praten dat de was tweede kerstdag. Happy Jeebus Day, toch? Is dat dit, ja? Ik weet niet eens, wat is paas precies? Nou, dat is het grappige. Ik had er met Skate vrijdag een discussie over. Ja. En ik dacht dus dat hij dood, dat hij aan het kruis gehamerd werd. Niet genageld, maar gehamerd in dit geval. Nee, dat is... Is dat... Goed. Weet jij het, Emiel? Is Pasen ding van de wederopstanding? Ja. Wat is Pasen voor Christus? Volgens mij wederopstanding. Ja, dat hij uit de grot kwam gekropen. Is dat niet Pinkster? Wel goed kunnen. Lopen. Jullie weten Pinkster, dat ook niet. Volgens mij is het de verjaardag van de Pasen. Nee, volgens mij is het goede. Volgens mij is dat de kruisiging en dan heb je de wederopstanding en dan heb je het naar de hemel gaan, zeg maar, nadat hij weer naast zijn discipelen was dat heeft daarna? Gesproken dus als geest. Hij kwam eerst de grot uit en daarna ging hij naar de hemel. Ik dacht hij eerst dood? Ik dacht, ja precies, hij ging dood. Tot leven. Hij ging dood en dus naar de hemel? Nee. Oké, okay, nee, vandaag, op Pasen, of gisteren, ging hij, werd hij genageld. Ik dacht de kamer de zon, dat lag. Werd hij genageld. Vertel het vandaag ons. Werd hij genageld, met de hemelvaart ging hij naar de hemel en de Pinkster kwam hij terug. Dat is hoe het werkt volgens mij. Ja? Ja. Dat zei ik toen ook al in Brief van Maanden. Of in Eind van mij geloof niet. Nee, mij ook niet. Hoeft niet te weten. Geloof jij of wat niet? Wat is jouw geloof? Indie. Mijn, Indie. Ik geloof alleen maar in. Ik heb niet per se geloof, nee. Jouw maar... geloof is Shaverism. Shaverism. Het is wel grappig dat zodra de vraag aan mij gesteld wordt, gaat David heel woest dingen roepen. Dus is gewoon heel rustig en los. Ja. Alright. Sorry, maar je had geen geloof. Ik heb geen geloof. Ik denk dat als ben je atheïst? Nee, maar ik denk wel dat als je wereldvrede wil, ja, dan moet je richting het boeddhisme gaan. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Dat beaam ik. Oké. Alleen. Boeddhisten vet. Wat is boeddhisme precies? Gewoon chillen. Nee. Gewoon chillen. Iets wat ik aan elkaar niet liever maar doen. In basis is dat natuurlijk hetzelfde als menig geloof. Een soort van de fundamenten daarvan is gewoon doe cool tegen anderen en doe een beetje cool voor jezelf. Ja. Dat is natuurlijk wat ook het christendom en wat dan ook ooit ook wel gepreached heeft. Maar nu werkt dat niet helemaal meer op die manier. Nou, dat was echt een hele goede extra. Ja, ik hoop dat jij wel vrij bent op deze dag. Ik ga weer verder werken. Ik heb net even gegamed, dus ik ben weer bijgetankt. En dit is mijn leven. Doei.